Dan bouw ik een raakje leuk kasteel.
Prometheus. De jaren 60, dat is oud, hè? Dat is hartstikke oud, hè? 67. Oh nee, dat is Bossa Nova Boy. Maar de toeteraar, 70 zo. 1960, 70, want dat was een songfestivalliedje, hè? Songfestival. Ja, zie je. Zegt u? Ik zie. Wilt u dat even hard zeggen, want ik heb het niet verstaan. Dank u wel. Nou, voor het bouwjaar 45, hè? Zo. Nee, ook. 1945, op die day, een jaar later weliswaar, ook moet jullie wat vertellen. Ik heb een mailtje gekregen, tegenwoordig schrijf je niet, maar mail je, van een meisje die mijn ouders nog kende van vroeger, maar een heel lang verhaal, en die zegt, ik heb in een oude schoenendoos een geboortekaartje gevonden van jou. Vind je dat leuk om dat te hebben? Ik zeg, dat is goed, ik heb het zelf niet meer, want ja, dat heb je zelf niet dan. En dat gaat dan gewoon, dat slijten, dat gaat weg. En nou zal ik je toch vertellen, ik vier al 64 jaar mijn verjaardag op 6 juni. Want ik sta overal 6 juni te boek. Wat denk je wat er op mijn geboortekaartje staat? 7 juni. Dus vanaf nu vier ik 2 dagen mijn verjaardag. Hè? Dus dat begint volgend jaar goed. Meteen hartstikke goed, de AOW in. Zeker meteen goed, hè? Zijn er hier mensen die me nog raad kunnen geven? Maar goed, ik zal een lang verhaal kort maken. Wat maakt het uit, joh? Je voelt je toch zoals je bent? Oh, ik voel me zo. Nou, zitten er allemaal jonge blommen in de zaal of niet soms? Allemaal mensen die van muziek houden. En ik hou ervan, hoor. Weet je wat ik nou ook leuk vind? Ik vind al die musicalstukken zo geweldig.